Ik ben Christel Zegers, ik ben werkzaam aan de NHTV, Internationale Hogeschool Breda. Ik ben docent daar, ik geef les in Management and Creative Industries bij de Academie voor Vrije Tijd, dus bij de opleiding Vrije Tijd Management. En daarnaast ben ik onderzoeker, ben ik bezig met mijn proefschrift, dat is gericht op storytelling en business opportunities. Wat ik denk dat de kracht is van de provincie Noord-Brabant is, weet je, er zit hier best wel veel. En we hebben een mentaliteit over het algemeen van niet lullen, maar poetsen. Ik denk als jij als Brabant, hè, als strategie hebt van wij willen meer toeristen aantrekken. Ja, dan helpt het denk ik niet als jij verschillende concurrenten tegen elkaar uit zou laten spelen. Maar dan moet je eigenlijk kijken, hey, welke schakels heb ik nou in die waardeketen en hoe zorg ik dat die met elkaar verbonden worden? Dus hoe verbind ik mijn onderwijs aan die contentproductiekant, aan die distributiekant en aan die toeristische infrastructuurkant die voor een stukje service zorgt? Dus samenwerking is essentieel. En ik denk dat daarbij ook vooral van belang is dat je letterlijk de tijd neemt om elkaars taal te verstaan. Om elkaars waarden eigenlijk in te zien, in elkaars perspectief te begrijpen. En dan kan je dus slimme en betere en nieuwe verbindingen maken. De Imagineering techniek helpt jou om met elkaar te zoeken naar wat is nou sterk in deze organisatie en waar bouwen we nou ons centrale verhaal om. Een Imagineer die komt een bedrijf binnen en die gaat met de mensen zelf die verandering tot stand brengen. Dus die gaat eigenlijk een beweging creëren, zoals je zou zeggen. Dus in plaats van, ik geef advies en je ziet maar wat je ermee doet, hè, als een klassieke consultant, gaat een Imagineer die stapt in een transformatie of in een innovatieproces. Natuurlijk is het belangrijk om je showcases te laten zien, hè, waar je goed in bent als Brabant. En ik zou altijd blijven zoeken waar schuurt het of waar wrijft het en waar zit die innovatie en waar zit die vernieuwing. En je ziet dat meestal op de grensvlakken zit. Tussen sectoren onderling, waar vrije tijd koppelt met natuur of landschap, of waar vrije tijd de zorg raakt, daar vindt vernieuwing plaats. En daar worden nieuwe manieren van samenwerken gevonden. En dat inspireert mij persoonlijk heel erg.